Bewoners in Veldhoven hadden dinsdagmiddag flink last van de regen. Delen van het donkere pad stonden blank en in dezelfde straat liep een kelder onder water. De stratenmakers moesten stoppen met hun werk, maar de brandweermannen konden aan de slag. De korpsen uit Veldhoven en Oorschot moesten komen helpen om het water weg te pompen. Ook een loonbedrijf met een giertank werd opgeroepen om hulp te verlenen. De weg werd tijdelijk helemaal afgesloten.